Hallo reviewvrienden, hier is jullie reviewvriend Jantje Roos. Ik denk, ik doe het even een keer anders, maar maakt het uit. Hoe gaat het jullie? Hier gaat het goed, want het is vrijdag. En vrijdag betekent de dag voor het weekend. Oftewel, het begin van de tijd dat je het naar je zin kan hebben. Overigens, begin ik steeds vaker ook door de week het naar mijn zin te krijgen. Maar wat doet het ertoe? Voor jullie en voor mij blijft vrijdag een hele belangrijke dag. Want vanavond gaan we los. Vanavond is het party time. Vanavond beginnen we, want morgen kunnen we uitslapen. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik moet tot heel vroeg op om met mijn kinderen naar de sport te gaan. Maar in ieder geval, jullie begrijpen wat ik bedoel. Hartstikke leuk, vrijdag. But, dat is maar in het Engels. We hebben nog één taakje te gaan. Wat zit er onder het doosje? En wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Ik ben benieuwd, jullie ook. Blikjes. Blikjes. Oh, radler. Vroeger, lieve reviewvrienden, had je zoiets als Buckler. En toen introduceerde die ontzettende, god, hoe heet die vervelende, Joep van het Hek, die cabaretier. Die verzon de grap dat iemand een Butler lul was. Oftewel een ongelooflijke eikel, want Butler was alcoholvrij bier. En hij zei dus dat is echt zo'n Butler lul. Sindsdien dronk niemand meer Butler, waardoor bij de firma Butler besloot om dat gewoon te killen, dat hele merk. Om het hele merk te vernietigen. Nooit meer terug te laten komen. Volgens mij was het van Heineken. Maar goed. De Butler werd dus kapot gemaakt door de Butler lul. Die heb je niet meer, maar wat je tegenwoordig wel hebt is de Radler lul. Luister, lieve mensen. Dit wordt een beetje een seksistisch praatje, maar dat is dan maar zo. Als je daar niet tegen kan, dan zep je weg. Let op. Radler is bier waar ze een beetje limonade met een smaakje in hebben gepleurd. Dat heb je tegenwoordig. Je hebt natuurlijk sowieso de citroenradler. Maar je hebt verschillende soorten radlers met allemaal andere soorten fruit. En dat is natuurlijk eigenlijk ontwikkeld voor mensen die niet zo heel erg van bier houden. En wie houden vaak niet van bier? Ja, vrouwen. Ja, bier is natuurlijk bitter en vrouwen houden niet zo van bitter. Ja, ik zeg gewoon hoe het zit. Er zijn ook vrouwen die vinden bier lekker, dus je hoeft me geen brief te schrijven dat niet klopt. Want je tante drinkt wel bier. Over het algemeen drinken mannen bier en vrouwen liever een wijntje of wat dan ook. Nou, daar hebben ze dus vandaag wel een nieuwe markt in boren. We flikkeren gewoon een beetje vruchtensap in. Meisjes blij, verkopen we. Noemen we Radler. Prima drugs. En dan heb je natuurlijk ook kerels die dat ook lekker vinden. Dat mag. Maar, en dat zie ik hier gebeuren. Als dat zo was gebleven, dan was het ernstig. Maar de Radler lul bestelt tegenwoordig dus een 0.0 Radler. Dus dan bestel je bier met een vruchtensmaakje, zonder alcohol. En dan ben je mij kwijt. Dan ben je mij kwijt. Dat is toch raar? Dat is toch zo dat je zegt van ja, ik wil wel met de trein, maar ik wil niet dat die over de spoor gaat en we doen nou net of het een paard is. Snap je wat ik bedoel? Gaat het nergens over? Dit is geen bier meer. En Amstel is mijn merk. Ja, ik ben iemand die van Amstel houdt en dat zal wel. Uilen zei ik zijn zonder smaak prima, maar ik vind Amstel lekker. Maar dat Amstel zich leent om Radler citroen 0.0 te maken, doet mij een beetje pijn in mijn Amstel hart. Ik vind het niet nodig. Waarom laat je je zo uit de tent lokken? Hier. Oh, dat is allemaal Radler citroen 0.0. Dit is van Brouwers bier. Dan denk je Brouwers bier. Ja, dat is eigenlijk gewoon een huismerk van Albert Heijn. Of goedkoop bier. Wij noemen dat bijstandbier. Ja, dat je denkt van ja, ik wil wel een kratje bier, ik heb alleen gepoen. Nou, dan koop ik dat wel. Niet te suipen. De gewone vorm is niet te suipen. Voor hetzelfde geld is deze wel lekker, want wat is dit? Ja, eigenlijk frisdrank. En dan heb je hier een halve liter. Lenderbrouwer. Ah, alcoholistenpils. Die heb ik laatst ook getest. De verkopen is toch ook bij de Aldi. Is het niet van de Aldi? Lenderbrouwer. Voor mij is dat van de Aldi. De suikers bij de Aldi allemaal. Een halve liter. En ook citroen? Ja, ook citroen 0.0. Misschien maar lekker. Enfin, ik zou het eigenlijk principieel moeten weigeren. Dat ik zeg van jongens,
Ach, weet je, je kan me opsturen wat je wil. Ik heb tot nu toe de hele raam dingen geproefd en gedaan. Ik ga me te ver. Maar zo ben ik niet. Ik heb ook nog eens een keer rottende vis uit Zweden of zo gegeten. Hoe heet dat? Sjölskylle of zo. In 5 weken is dat maar naar boven gekomen. Want zo ben ik. Bij reviews gebruiken we alles. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik ga wel op niveau 8. Ik denk dat dit erg vreselijk is. En dan die Lendenbrouwer, die komt uit Duitsland. Daar kunnen ze meestal wat. En dan mijn Amstel. Maar bij voorbaat, dit is geen bier. Dit had niet gehoeven. Wat hebben ze bij Brouwers ervan gemaakt? De Albert Heijn huismerk. Nou, komt die. Ik ruik niet wat. Ja. Heeft niks met bier te maken. Het is een citroenlimonade. Wat heeft dit nou met bier te maken? En wat er met bier te maken heeft? Oh, limoen en sinaasappel zitten erin. Grappig. Terwijl het gewoon een citroen moet zijn. Ja, gerstemout. Het is gewoon citroenlimonade. En het heeft iets in de afdronk van bier. Lendenbrouwer. Wie gaat in godsnaam een halve liter van die meuk opdrinken? Als je dorst hebt, bestel dan gewoon naar water. Radler Lemon 0.0 van de Lendenbrouwer. Heel anders dan die. Deze is frisser. Meer koolzuur. Lekkerder. Ook gewoon limonade. Komt iets meer in de buurt van bier. Maar kan smaken is hier lekkerder. Wat zit hierin? Hop, mout van bier en roe. Maar ook sinaasappelsap en citroensap. Dus waar hier niet eens citroensap in zit, zit het hier wel in. Misschien is dat het smaakverschil, misschien is dat dan net een nuanceverschil. Maar ik vind het product zelf frisser. Hij is lekkerder. En meer bieren. Amstel. Ik heb die net nog opgehemeld. Dus het zou leuk zijn als je ook goed uit deze test komt. De Amstel Radler 0.0. Ja jongens, dan kun je er niet mee gezien worden op een terrasje. Ja, misschien ben ik ook wel ouderwets. Maar ik vind dat gewoon. Dat komt toch helemaal niet in de buurt van wat je als kerel wil drinken op een terrasje. Je hoeft er echt niet een flesje neven leeg te drinken. Maar een Radler 0.0. Overigens heb ik niks tegen alcoholvrij bier. Want ik vind bijvoorbeeld Heineken 0.0 een heel lekker alcoholvrij biertje. Daar drink ik met alle plezier op. En daar merk je niks van. Ik bedoel, daar merk je niks van qua smaak. Is echt gewoon een lekker biertje zonder alcohol. Dit is toch een biertje, joh. Nou, dat is wel grappig. De Radler 0.0 van Amstel bier, die smaakt helemaal niet naar citroen. Nou, er zit een citroen in, maar er zit een enorme hoeveelheid sinaasappelsap, limoensap ook in. Dus eigenlijk heb je hier dus deze gemaakt van citroen en sinaasappel. Deze is van citroen, limoen en sinaasappel. En deze smaakt van limoen en sinaasappel. Hier zit niet eens citroen in. En ze noemen het ook helemaal niks. Maar goed. Ik vind deze dan weer een beetje te zoet. Komt veel te veel in de buurt van sinaasappelsap. Heeft het... Er staat hier wel heel groot citroen op. Kijk voor de cijfertjes van 0.0 Radler citroen van Amstel, Lendenbrouwer en Brouwers. Om met Brouwers te beginnen. Beste Brouwers, van Brouwers. Jullie bier is al niet te zuipen. Laat staan dit wanproduct. Het heeft niks met bier te maken. Het is gewoon een hele zoete, vervelende limonade. Dat mag je niet eens bier noemen. Het is niks. Het is gewoon, ik vind hem niks zeg. Die krijgt van mij gewoon een 4. Ja, sorry, ik vind niks. Vrienden van Amstel. Ik hou van jullie pils. Dat drink ik met liefde. En in grote hoeveelheden ook. Alleen dit is niet gelukt. Dit product is al verschrikkelijk.
Maar als je dan zo nodig citroenrater 0.0 maakt, laat de godverdikke naar citroen smaken. Dat doet deze dus helemaal niet. Dus daarvoor krijg je gewoon een 5. De winnaar is de Lender. Ondanks dat het een halve liter is, maar goed, ik heb 2 slokjes genomen en daar laat ik het ook wel bij. Waarom? Deze is meest fris en deze smaakt gewoon naar citroen. Zoals op het plaatje staat en zoals aangekondigd is. Ja? Dus niet naar gorigheid, niet naar sinaasappel, naar citroen. En deze heeft meer bier dan deze. Dit is veel meer limonade, dit is veel meer gezoet bier. Dat gezegd hebbende is het ook niet meer waard dan een 6. Want het product klopt in mijn ogen niet. Ik vind het onnodig. En ook een belediging voor mensen die zeggen van... ik wil wel lekker een raterbiertje 0.0 citroen. Haal het biertje maar uit je zin, want dat is het niet. Ja? Mooi. Nou, prettig weekend. Nog. Oh.